Oranje Comité die subsidieert Oranjefeesten op 30 april. En de subsidie komt van de gemeente Amsterdam. En wij krijgen één grote subsidie. En wij verdelen dus onder de bejaardenverzorgingstehuizen, onder de sportevenementen en over de groepen, de altertonengroepen. De keuzevuurwerk doen we nou weer, sinds drie jaar. Drie jaar heeft de gemeente het zelf gedaan. En wij zijn bezorgd om het te doen. Daarvoor hebben we het 25 jaar gedaan. En de keuze, ik heb dat op mij genomen als voorzitter om dat in goede banen te leiden. Wij hebben het al die jaren dat we daarvoor hebben gedaan, voor het gemeente stadsdeel dat gingen doen, was altijd de afsluiting van Koningendag op de 30ste. En toen kwam er een jaar tussen de stadsdelen en tussen het Oranje Comité. Want die wou het dus voor de 30ste doen, op de 29ste samen, s'avonds. Toen hebben we gezegd, ja, daar kunnen wij niet achter staan. En toen is het eigenlijk door de stadsdeel overgenomen. En nu de stadsdeel dus één is geworden, hebben ze ons bezocht om het te doen. En zijn wij weer naar de 30ste gegaan, om 10 uur s'avonds. Het vuurwerk was van oudsher ieder jaar op 30 april op de Sloterplas. Daar kwamen veel mensen uit Nieuw-West, maar ook van verder op af. 5 jaar geleden besloot de toenmalige burgemeester Cohen om dat vuurwerk te verbieden, omdat alle activiteiten na 8 uur verboden waren in verband met de problemen in de binnenstad. En we hebben gezegd, ja, het vuurwerk is zo mooi, dat siervuurwerk op de Sloterplas. Dat is jammer dat dat niet de afsluiting van het feest is, maar dat het aan het begin van het feest is, namelijk op 29 april. Dat wij meenden het weer terug te moeten hebben op 30 april. Wij zijn er 2 jaar geleden actief mee begonnen. En uiteindelijk door inspraak eind 2011 bij de gemeenteraad bleek dat we daar dus de juiste weg gevonden hadden. En toen ging het vrij snel. En kregen we gelukkig weer toestemming van BMW om het op 30 april te houden. Wij vonden dat de traditie die het vuurwerk had vanaf nou, zeg maar zo'n 50 jaar geleden tot nu, vonden wij belangrijk. Plus dat het stadsdeel bestaat in 2012 60 jaar en dat vonden wij een extra leuke gelegenheid. Om te zeggen, nou die oude traditie moet weer terug. Van 29 april naar 30 april. Voorheen was het al traditie met de familie, zo kwamen we hier altijd met Koningavond. Dus. Het wordt steeds beter het vuurwerk, ieder jaar professioneler, dus het is altijd leuk om te kijken. Het was, voorheen was het altijd op Koningendag en toen is het op een gegeven moment is het naar de Koningennacht gegaan. Eerst was het op Koningennacht, maar nu is het een dagje verschoven en dan kom je hier speciaal naartoe voor het vuurwerk. Het hoort gewoon bij Koningendag. Het is gewoon echt de laatste afsluiting van het hele Koningendag gebeuren. En het hoort er dus gewoon bij. Ik vind dit een hele mooie afsluiting van de Koninginnedag. En volgens mij gaat het nu beginnen, dus laten we gaan kijken. Oké, dankjewel. Oké, alsjeblieft.